Ik zou wel accountant willen zijn. Jij niet? Als uh, assistent-accountant, daar moet je mee beginnen natuurlijk dan. Hè? Ja, het ligt eraan of het binnen of buitendienst is natuurlijk ook. Nou oh ja, goed. Uh, binnen of buitendienst voor een assistent accountant, zou dat? Ja, toch of op niet, Patrick? Ja, ik denk dat het toch wel de binnen is hoor. Ja, ja, Na ja, ja. assistenten is altijd binnen. Ja, dat is met de cijfertjes moet je wel goed onderlegd zijn achter het bureau binnen, hoor. Oh. Ja, zeker. Soms moet je naar een klant toe, dan zit je even in de buitendienst. Ja, inderdaad. Maar dan heb je toch een ja, ja. promotie wil maken onder het bureau. Zo <laughs> werkt <laughs> <je> het altijd. <laughs> dat ik wel graag van uh, werkers. Get work. Uh, get work? Ja, ja sorry kon hoor. Komt een collega dan ook. <laughs> maar ik vind, ik vind get work een beter uh, uitzendbureau, dat moet ik wel Kijk, zeggen. Dat zeg ik volgende Kijk. week van als werkers hier <laughs> ja. Ja. Get We zijn work. de vacature ja. van deze week. We zeiden het al. Assistent account. Ja, zeker. Ja, het is, uh, dit is best nog wel een zware. Uh, het is een gevorderd assistent accountant. Je moet wel redelijk wat jaren achter je naam hebben. Cijfer maanden. Een boekjaren dan. hebben. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja je moet best wel analytisch zijn ook. Met um, ja. een goede HBO- of WO-studie moet je achter de rug hebben gehad accountancy, economie. En uh, dan kan je in pas uh, aanspraak maken op deze uh, functie eigenlijk. Dus het is best wel zwaar. Een aantal jaren moet je dus sowieso achter je naam hebben. Mm -hmm. En uh, ja, dan gaan we eens kijken of, uh, of je er wat uh, voor bent. Het is nog niet verwonderlijk dat het nu wordt gevraagd, want dit is echt de hoogtijdagen voor, voor accountants. Een eh, boekhoudkantoor, administratiekantoor. Ja. je moet allemaal natuurlijk al die aangiftes moeten gedaan hebben. Alles concreet. Ja, ja, ja. Die je hebt ja, tot de inderdaad. zomer een, echt een bultwerk. Ja, ja, je hebt natuurlijk nu straks is het boekjaar van de bedrijven is afgesloten. Ja. Dan moet je weer gaan doen en nu komt in mei komen al die of eigenlijk voor april is het eigenlijk hè, komen de, de, de aangiftes van de particulieren komen nu weer aan. Mm. Ja, als je, dan, als je daar geen verstand van hebt, dan moet je, je zo'n iemand gewoon hebben. Dat is heel makkelijk. Ja. Is dit de waar is deze functie? Is dat een hattem? Nee, dit is een Emlord. Gewoon oh, een Emlord. Ja, dit is een Emlord. Okay. Ja. ja. Staat hij ook op jullie website dan al? Hij staat zeker op onze oh, website. Oké, okay. dan ga ik je ja, zo ja, ja, ja. <laughs> Assistent? Accountant. Je had hem Accountant. bijna. Ja, ik Vestaat had hem wel bijna. Inderdaad. In had hem. Um, fulltime baan, denk ik, hè? Vaste ja. aanstelling ook al gelijk? Ja, gelijk. De, de werkgever of de opdrachtgever, die heeft eigenlijk gezegd: van als wij een geschikte persoon hebben, ja. dan uh, nemen ze hem gelijk op contract. Die willen uh, we gelijk hebben, natuurlijk ja, ook. Ja, inderdaad. En die probeert ze eigenlijk zo snel mogelijk ook echt te binden. Het zal in de eerste instantie misschien één contract van zeven maanden of tot een jaar zijn. Uh, als dat goed is, dan wordt het gelijk omgezet tot uh, onbepaalde om tijd. Dus oh. uh, ze zijn hier echt wel heel serieus op zoek naar iemand die ook echt wil blijven daar. Wel ABO. Ja, ABO, uh, ja, WO. Leidingen. Uh, ja. Je kan ook 32 eventueel. Wel werk, is, is, het... is bespreekbaar. Ja, zag ik inderdaad. Uh, of dat was inderdaad ook een optie. Ja. Uh, het liefst is het dan de 40 uur, maar dat is ook zeker bespreekbaar. Als je gewoon aan de aan de eisen voldoet, dan, uh, ja, wat ik zeg, het is het is een redelijk moeilijk in te vullen vacaturen. Dus uh, ja, hoe misschien... komt het dat het zo moeilijk is? Zijn er weinig ja. mensen die dat interessant vinden? Ja, of misschien dat mensen toch wel vaak bij hun huidige werkgever blijven, dat ze dat ze misschien nu nog steeds goed zitten en een overstap niet echt nodig vinden. En ja, om niemand komt gelijk vanuit school, want dan heb je die jaren ervaring nog niet achter. Maar hoe probeer je dat dan? te doen door, door een hoger salaris aan te bieden of, of andere nou, lokkertjes? ja in principe is ja, zo'n zo negatief in, ja Zijnbaar, ik bedoel hè? Nou, we proberen wat creatief daarin te zijn om ja. daarin toch mensen te trekken uh, je, ja we moeten het bedrijf ook natuurlijk leren kennen we weten waar ze dan eventueel terechtkomen dus ja we proberen in die zin proberen het ook positief te verkopen eigenlijk in de, in, in, in die zin en uh -huh. uh, ja we moeten daarin ook creatief zijn want zulke mensen die, die die ja die komen niet zomaar binnenlopen dat zal dan heel toevallig zijn dan moet je ze goed weten te lokken ja inderdaad en te, en te binden dan uiteindelijk te binden nou dat binden dat lukt dus inderdaad ook wel omdat ze dus gelijk op contract gaan bij uh, bij ja. het bedrijf maar hoe halen ze weg bij iemand als He, als je weet dat die, die werkgever ja. er ook alles aan doet om ze te houden. Ja, dat is inderdaad ook... daar komt crea onze creatieve brein dan uh, aan te passen... hoe wij dat uh, moeten gaan invullen. En uh, ja, wij zullen natuurlijk ook uh, de social media kanalen... die gebruiken wij uiteraard daar ook voor. En uh, toch, uh, toch, ja, ons netwerk. Als wij toch wat mensen kennen hier en daar. Social media bedoel je van... je weet maar nooit wie er op zo'n kanaal zit... van die de juiste ja. uh, gegevens heeft. Dat, zegt, ja. dat is misschien een kandidaat daarvoor. Ja, dat, dat, dat wordt ook steeds ja. meer gedaan. Want dat, dit zijn eigenlijk profielen die... Um, ja, die zitten eigenlijk niet zonder baan. Dus dan, nee. dan moeten we toch weer een, een, een ander soort. Uh, ja, iets creëren om die mensen inderdaad tot een overstap te laten, uh, te laten gaan. Ja. er zijn misschien best ook wel mensen die, die, die zitten te luisteren en die zeggen van nou, ja. ik zit al een paar jaar bij een baas. Ik heb een goede baas en ik heb ja. in principe ook een goede baan. Maar ik ben er wel eens een keer toe aan een uitdaging en ja. uh, ik wil wel zien wie in mij geïnteresseerd zou zijn. Wat zijn dan de sites waar je uh, je profiel op moet zetten? Ik bedoel, je, je kent een monster ja. dingen heb je, je LinkedIn ook wel. Ja. Maar zijn dat de sites waar jullie op kijken? Ja, ook wel. Ja, dit soort profielen zit je toch inderdaad meer naar de LinkedIn. Uh, wordt heel goed bijgehouden. Mm -hmm. uh, dat zijn inderdaad profielen die daar echt wel op te vinden zijn. Ja, en de meest voorkomende zijn toch wel van de, 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 ja, de jobsites waar je je vacature ook, ook gewoon kan opzetten. Waar mm -hmm. je ook gevonden wordt door uh, mensen zoals ik, dus de, de, yeah. de, 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 de recruiters en uh, ja en dan toch ja, we moeten, we moeten daar ook creatief in zijn. Ja. En dat is het is dus echt de uh, tijd dat het toch wel een beetje als zijnde gescout wordt. hè? Ja, ja, wordt zo ja, ja, zo moet je het echt zien. Dat, okay. is, uh, dat is ook hetgeen wat wij dus doen. Als wij inderdaad potentie bij iemand zien, dan kunnen wij die uiteraard uh, gaan uitnodigen voor een gesprek. Even kijken, gaat het passen? Uh, want ja, misschien is het bedrijf wel heel leuk. Maar ja, is de persoonlijkheid sluit dan weer niet aan. En dan nee, ja, krijg je toch een scheef uh, ja, een mismatch daarin. En dat ja. willen we niet hebben. Dus als er een assistent-accountant is ergens en je bent wel toe aan een andere uh, uitdaging, ja. pas in ieder geval eventjes je profiel op je sociale media-kanaal. Ja. Nou, dat is een goede tip. Ja. En anders neem contact met jullie op. Hè? Ja, zeker. zeker. Ja. Uh, je kan ook even op onze website kijken, de gemistpagina. Daar staat een linkje gelijk naar uh, de juiste uh, vacature. Dus <laughs> bij GetWork en ook die in Emmeloord en niet die in Hattem. Yes. Uh, salarisindicatie is, is, is helemaal niet verkeerd, hè, denk ik? Nee, dat is, dat is vooral... We hebben hem eigenlijk staan tussen de 2.000 en 3.000 euro bruto per maand. Uh, maar het is ook wel veel in overleg, hoor. Want het is, het is heel moeilijk om eigenlijk daar een salarisindicatie voor te geven. Want je hebt natuurlijk sommige mensen... die hebben wat meer jaren ervaring achter de naam staan dan de ander. Mm -hmm. uh, en dus meer dan, papiertjes, en wat, wat ze hebben papieren, gedaan ja, binnen het vak accounten. Want kan je heel veel dingen erbij doen? Ja, natuurlijk. Dus da daarin is best wel wat mogelijk. En dat zal gewoon in samenspraak met de opdrachtgever dan, dan kom je er wel uit. Ja, dat zeker. Okay. Ja. Anders kun je ook altijd even bellen met 088 438 9630 tot half zes te bereiken. Patrick Berghuis, ja. dankjewel. Ja. Tot de volgende keer.